Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn we in Kampen. Dit is een oude Hansestad, net iets boven Zwolle. Wij gaan hier de 6 kilometer lopen en ik hoop dat dit een hele mooie ronde gaat worden. Dwars door de stad heen natuurlijk. Ik zie jullie zometeen bij de start. We zijn beland in een woonwijk van Kampen. We gaan nu waarschijnlijk door de stad heen. Ik heb een leuke route uitgestippeld en ik hoop dat deze route dus dwars door het stadje heen gaat. Volgens mij wel. Eén ding even niet vergeten jongens, zeer belangrijk. Even subscriben. Abonneer even op mijn kanaal. Het is helemaal gratis. Het gaat nu absoluut goed met de subscribers. De views gaan lekker. Dus ja, ik hoop dat er nog veel meer bij komen. Jongens. Wij gaan!
I'm not afraid to die.
We gaan nu de binnenstad van Kampen in. Even kijken of ik nog goed loop. Ja, even heerlijk door een steegje heen, jongens. Wat wil je nog meer? Je moet niet alleen de grote dingen van Kampen zien, maar natuurlijk ook die leuke achteraf steegjes. Ik zie dat we daarvoor alweer door een poortje heen stevelen. Het is me allemaal wat. Het gaat hartstikke lekker deze loop. Ik geniet hier behoorlijk van. En we hebben nu nog ongeveer 3 kilometer te gaan. Nou, dan zijn we heel Kampen stad wel weer door. Ik ga hem bij deze. En de volgende, als er nog geen wedstrijden zijn, ga ik ook weer de Kampen City Run. En waar ik ook maar kom, cityrun noemen. Ja, lekker door stadjes heen. Even een beetje cultuur snuiven. Wat wil je nog meer? Nou jongens, ik trap hem even weer aan. We zijn nu echt midden in de stad. Zoals mijn Garmin mij mag vertellen. En ik geloof dat wij nu even een lekker baantje door de stad heen gaan trekken. Nou, laten we dat doen. Ik heb er zin in. Ja hoor. Winkelstraat. Kerkje. Alles is hier. Jongens, tot straks bij de volgende pitstop. Jodel. I don't wanna to say it, but maybe I'll stay.
trouwens, ook leuk om te weten, een aantal leuke feitjes over Kampen. In rond tussen 1500 en 1600 waren de Spanjaarden hier aardig bezig. Ze hebben dit hele gebied, dus ja, heel Kampen bezet. Daarna werd het weer terugveroverd door de Oranjes. En op een gegeven moment, richting 1600, toen gaven de Nederlanders het weer op tegenover de Spanjaarden. En hebben de Spanjaarden dit gebied weer overgenomen. Ja, gelukkig is het op dit moment van Nederland. Er is weinig Spaans meer te zien hier. Ze houden geen siesta's. Het is hier geen 30 graden. En mooie stad, dat wel. Ik liep langs het water net nog even. Een paar mooie boten gezien. Volgens mij is het hier hartstikke mooi om te wonen. Het is lekker open allemaal ook. Je hebt, net als bij mij in Emmen, wat wijkjes allemaal om het gebied heen. Al met al, heerlijk. Nou, eens even op mijn horloge kijken. Kijk. Natuurlijk lopen we nog goed. We lopen ook altijd goed. We zijn goed bezig. Jammer genoeg dat het weer zo bewolkt is. Maar mooie tijden komen eraan. Jullie moeten gewoon eventjes onthouden dat als jullie bijvoorbeeld op dat belletje drukken na het subscriben en het liken, dan krijgen jullie natuurlijk automatisch bericht als er weer een video online is. Meestal is deze video geen dag oud geschoten met de camera's. Dus als je denkt, god, wat een lekker zomerweertje. En Rosso's Running Channel krijgt weer een berichtje richting jouw telefoon. Dan zou ik hem even gaan kijken. Heerlijk genieten van de zomer. Als het donker wordt, denk ik van, hé, het is nog licht op mijn scherm. Jongens, ik begin weer te raaskallen. Het wordt tijd om even de laatste kilometers te doen. Of kilometer. Ik weet het niet precies. Ik moet hier nog even rechtdoor. En ik ga weer een woonwijkje in. Nou, ik zeg tot bij de finish. Ik trek hem in één stuk door. En wij zien elkaar straks bij dat oh zo heerlijke speciaal biertje. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Ik ben benieuwd. Yo!
Dat was hem dan. De 6 kilometer van Kampen. Jongens, ik zie jullie bij de afsluiting. Zo, dat was weer een heerlijke run. Kampen van dichtbij gezien. Weer heerlijk cultuur gesnoven. Ja, ik heb genoten van deze run. Lekker langs het water, door de stad, woonwijkje langs. 6 kilometer, niet al te lang. Heerlijk. Ik heb goed nieuws voor de komende tijd waarschijnlijk. Ik hoorde dat vanaf volgende week de wedstrijden weer gaan beginnen. En ik weer mee kan doen met de Verhoeven Groencross. Ja, dit doet mij deugd. Kan ik weer met andere renners gaan rennen. En hoef ik geen cityruns meer te doen. Ik noem deze, zoals jullie al lang gezien hadden, dan ook de Kampen Cityrun. En nou ja, mochten er geen wedstrijden zijn in de toekomst, ga ik meerdere van deze cityruns doen iedere week. Ik vind het wel een heel leuk stukje cultuur snuiven. De huishoudelijke mededelingen. Eventjes jongens, het is heel belangrijk. Ik ben al over de 400 heen, richting de 500. Maar subscribe, abonneren. Het is volledig gratis. En als je dan toch bezig bent, like deze video even. En druk even op het belletje, zodat je geen enkele video gaat missen. Dan gaan wij nu bezig met iets waar ik zeer veel zin in heb. Want ik heb me de bek toch een potje droog. We gaan eens even kijken wat ze mij meegegeven hebben. Ik heb hier een heerlijke pronk. Dat is een pronk met een CK. Het is een Citra Rij IPA. Een eerlijk bier, zeggen ze, van 5%. Even kijken. De Jonge Bierbrouwerij in het centrum van Leiden. Het is niet eens een Kampens biertje, het komt gewoon uit Leiden. Maar het geeft allemaal niet. Ik kijk even wat er allemaal in zit hoor. De aroma's van mango, ananas, basilicum maakt het een bitter zoete IPA. Amerikaanse citra hop zit erin. Kruidige en bloemige Russische Earl Grey maakt het af. Nou mijn god, hier zit weer heel wat in. Jongens, bekijk hem maar even. Ja. Wij gaan hem eens even proeven. Hij is gelukkig met 5% dit keer. Dus even kijken hoe deze plapt. Ze gaan weer goed. Het wordt weer wat warmer in Nederland. En dan gaat het plappen ook weer wat beter. Even proeven. Ja. Ja. Nee, ze smaakt wel hartstikke lekker eigenlijk. Het is een heel zacht biertje. En ja, er zit ook een citroensmaakje aan. Ja, en dat Earl Grey, dat Russische Earl Grey, daar proef ik dan helemaal niks van. Maar hij is wel lekker fris. Dit is ook voor de zomer een prima biertje. Of na het hardlopen lust ik deze ook wel. Nou, ik ga hier nog even heerlijk van genieten. Jongens, ik zie jullie volgende week weer. Volgende week zondag ga ik de Verhoeven Groencross lopen. Als het weer mag, als het goed is. En deze zal dan zondagavond of maandagavond online komen. Dus iets later dan deze video. Maar het geeft allemaal niks. Ik zeg jongens, tot volgende week. Geniet ervan. Ik doe hetzelfde. Yo!